Vandaag deel 3 van ons drieluik. Ons kerstmenu op de barbecue. Het dessert. Daar is hij dan. Eindelijk. Het leuke is van het dessert, dit kun je voorbereiden. Dag van tevoren, 2 dagen van tevoren. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Je ziet nogal wat ingrediënten hier om mij heen staan. We gaan aardig wat dingetjes doen. Het stelt geen ene zak voor, maar het zijn allemaal kleine dingetjes. Maar het is geweldig. Geweldig. We gaan een pistache sponge cake maken. Met een sinaasappelkompot. Jawel, en mandarijn. En een chocolademousse van witte chocolade die gegrild is en gerookt met citroengras. Echt waar, dit is een gerechtje. Helemaal te gek. Super kerstwaardig. Echt fantastisch. Zoals gezegd, het zijn nogal wat stappen. Voor mij laat je een hoop weg. Ik ga beginnen met het maken van een citroenbasis. Toen ik bij de libraai werkte, dat doe ik nog steeds trouwens in het atelier, toen hadden we een citroenbasis. En dat bestond uit de volgende ingrediënten. Helemaal niet zo super moeilijk. 225 milliliter water. Kijk, dat pannetje staat even keiheet hierop. Hier zitten ook wat geleiblaadjes in. Die heb ik nodig voor totaal iets anders. Maar dit was 225 milliliter water. Daarbij gaat 100 gram suiker. En daarbij komt 125 gram citroensap. Dus ik moet even wat citroentjes uitknijpen. Uitsqueezen. Nou is dat best wel wat, hè? 125 gram. 125 gram citroensap. Als de suiker helemaal gesmolten is, dan is die citroenbasis goed. Nou, van deze hoeveelheid heb ik 350 milliliter nodig. Ik zeg milliliter, ik bedoel gram. Dat is bijna hetzelfde, maar niet helemaal. Nieuw panneke. Hop. Dat is bijna alles. 350 gram. Dat koken we er even mooi in. Daarbij gaat een beetje agar-agar. Agar-agar is een bindmiddel. Waardoor het gaat geleren. Kijk, zo'n zakje kun je overal kopen. Dat lijkt allemaal moeilijk, maar dat ligt in elke supermarkt. Overal. En als ik mij niet vergis, is zo'n zakje 7 gram. Roeren we er doorheen. Daarbij komt ook nog 100 milliliter appelsap. Dat brengen we heel eventjes kort aan de kook. Dus dat duurt eventjes een minuutje of zo. En dan laten we dat weer meteen afkoelen. En opstijven. Dus dat is eigenlijk stap 1 van onze gel. Gaan we even een kompot maken. Dat kan ik net zo goed in een kleine skillet doen. Ik heb hier een mooi kleine skillet. Een kompot van sinaasappel. Wat ik doe, ik gebruik 2 handsinaasappels. En daar ga ik eventjes het vlees eigenlijk tussen de partjes uitsnijden. Dat noemen ze avief snijden. Kijk, dit is avief snijden. Dus we pakken gewoon met een mes, daar schil je dus de schil vanaf. Hè, kontje en kopje. En dan ga je eigenlijk tussen de vliesjes die partjes eruit wippen. Kijk. Zo, hier voor het vliesje. En dan wip je zo een hartstikke mooi partje eruit. En dan heb je een partje zonder velletje. Dat is prachtig voor het mondgevoel. En het ziet er trouwens ook heel erg mooi uit, hè? En ook dit sap gebruiken we weer. Zo, want dat willen we zo meteen inkoken. Nou pak ik ongeveer de helft van de partjes. Dan pak ik even de mooie. Wat mooie zoek ik eruit. Zo, die bewaar ik. Deze kunnen erdoor. Zo. En ik heb hier nog hele mooie wilde mandarijnen. Kijk, wilde mandarijnen. Het groen zit er nog aan. Zo wild zijn ze. Pak even 2 mandarijntjes en die gaan rechtstreeks in de kolen. Dus dat noemen ze caveman style. Hè? Wat er nou gebeurt in no time, al die suikers
in die mandarijntjes. Die gaan nou karamelliseren van binnen. Die worden nog zoeter. Echt een geweldig resultaat geeft dat zometeen. Alles bij elkaar. Een minuutje of 4-5 erin. Een paar keer draaien. Geweldig. En dan pak ik het laatste mandarijntje. En dan doe ik nog even hetzelfde mee als wat ik met de sinaasappels deed. Namelijk Aviv. Dit is natuurlijk super kerstmis, hè? Mandarijntjes en sinaasappels. Het sap kunnen we ook weer goed gebruiken. Er mogen ook best wat stukjes invallen. Panneke gaat erop. Mandarijntjes even snel omdraaien. Je ziet hoe snel die zwart blakeren. Zo, ik geef er nog een paar tellen. Zo, dit kan ook eventjes mooi warm worden. 75 gram geleisuiker kan daarbij. Zie je, dat lost mooi op. Gaan we heel licht inkoken. Wordt die mooi stroperig. En dan mengen we dadelijk die andere, de verse partjes er mooi doorheen. Ja, dit gaat allemaal de goede kant op en heel snel. Je ziet, ik ben er maar een paar minuten bezig en toch al aardig wat stappen gedaan. Kijk, die suiker die begint nou mooi te koken. Ondertussen eerst even mijn mandarijntjes eruit wippen. Dit is echt waanzinnig. De vloeistof voor mijn gel heeft even gekookt. Hoeft maar heel kort. En die giet ik even uit in een platte bak. Waarom een platte bak? Dan heb ik heel veel oppervlakte en dan koelt die lekker snel af. Want tijdens het afkoelen zal die gaan opstijven. En zo gaat dat super snel. Vooral hier buiten. Je ziet dat die kompot als een dolle aan het koken is. Dat is mooi. Kijk, en mooi die gegrilde mandarijnen. Sap. Zie je dat? Die gaat er nog even bij. Kijk, die laat ik heel eventjes afkoelen. Dan wordt die eventjes wat dikker. Helemaal goed. Ga ik met de volgende stap bezig. Wat is die volgende stap? Het splijten van de eieren. Eieren splijten? Ja, eieren splijten. Daarvoor heb je nodig 2 schone schaaltjes. En met name die schaal van het eiwit moet super, super schoon zijn. Want die willen we dadelijk opkloppen. En dan mag er eigenlijk geen vettigheid, vuiligheid of eidooier bij komen. Kijk, hop, eiwit. En dan gaan hier de eidooiers in. Dus mocht je afvragen, wat ben je aan het doen? Ik scheid de eieren. Dit eiwit, dit wil ik gaan opkloppen. Dat doe ik in mijn theevalletje, keukenmachientje. Zo, als dit een minuutje ongeveer draait, kijk, wordt nu al stevig. Nu gaat er wat suiker bij. Ik gebruik basterdsuiker. Zo. Doe ik even in 2 of 3 keer. Kijk, dat je mooie pieken krijgt. Eiwitschuim, hè? Geen slagroom. Oh man. Fantastisch. Die is mooi. Dit heeft echt 1,5 minuutje geduurd, hè, bij elkaar. Mijn eiwitschuim. Fantastisch. Zet ik even op een koele plek. Zo, hier even vooraan. Deze jongen kan even aan de kant. Want ik heb hier nog een keukenmachine, maar dan een blenderachtige. Daar doe ik even wat pistachenoten bij in. Dit is 90 gram pistachenoten. Ik gebruik die gewone gepelde, de Californië, weet je wel. Mocht je die andere aan kunnen komen, die groene, dat is helemaal mooi. Volgens mij de Iranese noemen ze dat volgens mij. Zeg ik dat goed? Meen ik wel. Dus deze ga ik vast eventjes fijn malen. Zo. Nu hebben wij pistachepoeder. Zoals je kunt zien. Mooi, hè? Daar gaat bij 130 gram bloem. En daar gaat bij 1 zakje bakpoeder.
Dat mengen we eventjes door elkaar. En klaar is Kees. Kijk, nu hebben wij mooie bloem met pistache en bakpoeder gemengd. Maak ik zo meteen af. Eerst eventjes bemoeien met nog een leuk barbecue techniekje. Dit is 150 gram witte chocola. Ik gebruik die Calets. Als je die niet kunt kopen of niet kunt vinden, dan neem je gewoon in de winkel witte chocoladereep. Breek je even klein, je gaat er met mes doorheen. Simpel. Dan heb ik hier een goedkoop bakblik. Zet ik rechtstreeks boven mijn hete kool. Ik heb trouwens mijn barbecue, ik gebruik de Napoleon. Dit is gewoon mijn Napoleon kettle, hè, de NK22, 57 centimeter. Die heb ik dus indirect ingedeeld. Aan één kant de kooltjes en aan de andere kant vrijgelaten. Zo kan ik een beetje spelen met mijn hittezones. Nou, je ziet al, hier zit een druppeltje, weet ik veel, op en dat is al meteen aan het verbranden. Zo heet is dit. Dus, mijn chocoladekorrels. Let op, want dit is een belangrijke stap. Deze gaan mooi smelten en hij gaat mooi, die witte chocolade gaat mooi karamelliseren. Die wordt goudbruin. Pure karamel. Werkelijk helemaal fantastisch. Tijdens dat smelten wil ik ook rook toevoegen en dat ga ik doen met een blokje hout. Daarvoor gebruik ik whiskyhout van Smokewood. Dat zijn dan de meer dan 60 jaar oude single malt. Schotse whiskyvaten, serieus. Dus het een en al whisky aroma. Even een blok van in. Zo, ik plaats meteen boven het indirecte gedeelte. Want je ziet hoe snel die heet wordt. En ik wil niet dat die verbrandt, ik wil dat die mooi gaat karamelliseren. Kijk, dit willen we zien. Zie je dat? Goudbruinigheden. Maar dat is nog niet alles. Daar komt ook nog bij citroengras. En die citroengras die kneus ik eventjes. De achterkant van het mes gewoon flink oprammen. Komen al die sappen vrij. Twee van die stengels. Zo, een en al smaak. Doe ik het deksel erop. Dat zal ervoor zorgen dat mijn blokje whisky hout stopt met branden en geeft rook. Kijk hier, je ziet het meteen. Goed in de gaten houden. Hier moet je even bij blijven. Dit is een proces. We willen de rook hebben, we willen blijven roeren. Dan pakt hij nog meer rooksmaak op. Pakt hij ook mooi die smaken van de chirée, hè, die witte chocola. Dus elke keer eventjes 30 tellen of zo rook geven. En hop, weer doorroeren. Kijk, hier lagen die sinaasappeltjes en die mandarijntjes. Die lagen hier nog te liggen. Roer ik mooi door die compot, want die is ook mooi afgekoeld. Kijk, die is mooi. Ja, dat is een mooie compot geworden. Kijk dan. Ondertussen ga ik ook even wat melk verwarmen. 50 milliliter. Daar los ik eventjes een geleiblaadje op. Kijk, ik heb hier een geleiblad. Kijk eens. Goudbruin. Dit is een en al smaak, hè. Die karamel. Die citrustoets van de citroengras en natuurlijk die rook eroverheen. Dat is gewoon helemaal kicken. En dan is die witte chocola ook klaar. Hoppa, de rook. Precies op tijd. Precies op tijd. Hij wil alweer bij mij weglopen. Zo, dit meng ik nu snel eventjes door de warme melk. Zie je dat? Die witte chocola, hoe mooi die is geworden. Je ziet nu dat die warme melk, die lost ook meteen alles op. Dat komt mooi uit, want ik moet de cerée er nog uit 7 of 8. Maakt niet zoveel uit. Zo, dat drukken we even door een zeef. Hè. En dan blijven alle grofheden en de cerée blijft mooi in de zeef achter. Goed drukken, nog extra smaak er doorheen jassen. Dit is wat er over is gebleven van onze witte chocola. Dus dit laten we opstijven eventjes in de koelkast. Dan hebben we zometeen een gegrookte, gegrilde witte chocolademousse met cerée. Zo moet ik het zeggen. Dit is echt waanzinnig. Heel eventjes iets af laten koelen. Dan komt daar nog wat lobbig geklopte slagroom bij. En dan laten we hem opstijven in de koelkast. Dan hebben we een hartstikke mooie mousse.
Dus dat doen we over een paar minuutjes als dit mooi een beetje afgekoeld is. Hier, mijn eiwit met suiker. Weet u nog? Puur eiwit en suiker. Hier zijn mijn eidooiertjes. En die ga ik nu eventjes met elkaar mengen. Eigenlijk beetje bij beetje. Begin ik even met één eidooier. En die mengen wij mooi door ons mengsel heen. Dan nemen wij eidooier nummer 2. En ook die gaat ploep. Eén voor één voorzichtig mooi door dat eiwit schuim mengen. Prachtig. Weten we nog ons droog mengsel van de gemalen pistache, de bloem en het bakpoeder? Oké, dat doen we even door een zeef. Je weet nooit of er nog wat dikke klonten in zitten. Scheppen wij er mooi doorheen. En dan zou je zeggen dat dit aantal pistache genoeg moet zijn voor de smaak. Ik heb dit geprobeerd. Het kan hoor. Het kan. Maar ik heb besloten om er een klein beetje pistache essence bij te doen. Pistache essence. Zo'n flesje kost €5,95. Kun je gewoon online bestellen. Verschillende winkels. Van die baktoko dingen hebben dat wel. Het mooie daarvan is, dat is groen-grij. Je hebt trouwens ook in andere kleuren. Gewoon bruin of doorzichtig. Maar die groene, die geven meteen een heel mooi extra groene kleur. Dus die gebruik ik. Mooi. Nog een klein beetje zonnebloemolie. En melk. Het wordt tijd dat we hem gaan bakken. En dat doen we natuurlijk ook op de barbecue. Want we doen gewoon alles buiten op de barbecue. En hoe gaaf is dat ook, hè? Want daar gaat het om, jongens. Ik heb mooie kleine cakeblikjes, bakblikjes. Die ga ik even inspritsen. Als je nog een klein beetje, hoe heet het? Een bakpapiertje hebt, is het ook wel verstandig om die ook op de bodem te leggen. Zo, bakpapiertje op de bodem. En nu is het zelfs verstandig om dat bakpapiertje nog heel eventjes in te sprayen. Of in te vetten met wat beetje boter, een kwastje of gewoon voor de luie kok. De bakspray, top, en daar gaat hij. Zo, we vullen hem tot, drie kwart. Mooi, dit gaat nou op de barbecue. We moeten de barbecue eventjes dusdanig inregelen dat dat de kolen een beetje gelijkmatig eromheen zitten. En dat doe ik door aan twee kanten kooltjes te gooien. Zo, en dan snel het deksel. Meest ideaal zou zijn 200 graden op de barbecue. Je zult zien dat met deze hoeveelheid kolen dat die echt wel 250 gaat geven. Misschien wel hoger. Of je zorgt eventjes dat de kolen iets minder heet zijn. Of dat je iets minder kolen hebt. Je wacht gewoon eventjes. Of je doet gewoon net als ik. Je doet net of het allemaal niks uitmaakt. En af en toe gewoon even het deksel oplichten. Dat die de hete lucht weer een beetje kan ontsnappen. Ik wil hem niet te veel knijpen. Want juist met deegwaren wil je veel airflow hebben. Zal ik hem helemaal dicht zetten, dan is het resultaat lang niet zo mooi. Daar wil ik nog de lobbig geklopte slagroom doorheen hebben. Dit is 90 gram lobbig geklopt. Kijk, hij is nou al heel mooi luchtig. En nu gaat hij in de koelkast. Kan die opstijven. Weet je nog waar we mee zijn begonnen? Kun je het allemaal nog volgen? Dit is onze gelei. Hiervan ga ik een gelei maken. Let op. Dit is dus gelei geworden. En dit gaat nou in de blender. Wat gaan we doen? Heel kort draaien. Zo. En nu ga ik er even wat dille, verse dille doorheen mengen. Kwart bosje, dus het mag best wel wat. Het wordt niet van niks een dille gel. Even een beetje hakken, grof hakken. Ik vertelde in het begin, hè, sommige stappen kun je weglaten. Als je deze gel niet hebt, dan zou ik gewoon de dille fijn hakken en straks gewoon zo over dat gerechtje heen mengen. Klein beetje citroensap,
gebruiken of de schil van een citroen of een limoen. Want je wil die citrustoetsen wil je hebben en natuurlijk die dillen, want dat rijmt zo mooi. Maar goed, wil je voor de extra mile gaan, dan zou ik zeggen, maken. Kijk, gifgroen. Ik doe dit even in een spuitzakkie. En zoals eerder gezegd, alles is van tevoren voor te bereiden. We checken eens even bij onze cake. Kijk eens aan, dames en heren. Mooi, als ze iets afgekoeld zijn. Dan gaan we eens kijken wat het resultaat is. Kijk. Ziet er mooi uit, dames en heren. Dan kun je er ook nog voor kiezen om er mooi uit te steken. Zeg maar die korst eraf te jassen. Oh. Kijk eens, wat een prachtig mooi spongecakeje we daar hebben. Dus deze heb ik mooi even uitgestoken. Je kan dit zo serveren met alles erop en eraan als je wil. Maar wat je ook kan doen, is gewoon breken. Gewoon mooi breken. En dan rotjes, chunks, eigenlijk op het bord leggen. Is ook gewoon super mooi. Zo, haha. Kijk, ik kom dus van de koelkast. Nou, hij is mooi geworden. Hij had nog iets verderop kunnen stuiven, maar ik heb geen tijd meer. Weet je wat? Ik maak twee bordjes op. Ik maak zometeen ook nog een alternatief bordje op. En dat laat ik dan zien op Facebook. Op de pagina van Ralf's Barbecue YouTube. Bordje erbij. Haha. Dit is een bak luchtigheid, joh. Je ziet het gewoon, hè. Daar zetten we mooi onze spongecake stukjes in. Onze rotjes. Pakken we even die heerlijke compote erbij. Combinaties van heb ik jou daar. Nou, de dillengel. En dan natuurlijk nog een takje dillen. Dit is nu al helemaal fantastisch. Maar ik heb nog iets moois. Bij mijn vrienden van Oil & Vinegar. Namelijk Blood Orange Balsamico Azijn. En dat hoeft allemaal niet, hè. Maar ja, weet je, bij mij staat het in de kast. En dan maken we dit helemaal te gek. Ja, het is eigenlijk een Michelinster gerechtje. Van de barbecue. Als je geen zin hebt in al die stappen, dan maak je het gewoon niet. Maar als je eens een keer helemaal uit je dak wil gaan, hoe je ook iets fantastisch van een barbecue kan maken, ja, dan is dit hem wel. Chocolademousse, hè? Witte chocola, gegrild, dus gekarameliseerd, gerookt en met seree. Daar hebben we een lekkere mousse van gemaakt op de barbecue. We hebben een compot van sinaasappel, gepofte mandarijn overigens, uit de houtskool. En we hebben een heerlijke spongecake van pistache. Dat allemaal op de barbecue. En natuurlijk een lekkere verse, frisse dillengel. Ja, ik zou zeggen, maken deze. Ik wens jullie sowieso een fantastische kerst. Echt, niet normaal. Hopen dat het allemaal ook weer een heel stuk beter gaat in 2022. Ja, volgende week, met Oud en Nieuw, maak ik ook weer iets fantastisch. Heerlijke hapjes voor Oud en Nieuw. Maar dat is de 31ste. Ben je te laat met inkopen. Dus ook die inkopenlijst, die zal ik de dinsdag ervoor gaan communiceren. Op YouTube. Dat zie je vanzelf als je geabonneerd bent op dit kanaal en het belletje aan hebt gezet. Ben je dat nog niet, zou ik zeggen, abonneren, belletje aan. Want dan krijg je dus die melding. Ik hoop dat jullie er enorm van genieten van dit drie gangen diner. Ja, wat kan ik nog meer zeggen? Merry Christmas. Ik wil even gebruik maken van de gelegenheid om mijn nieuwe vrienden te bedanken. Super bedankt, nieuwe vrienden. Die hebben dat gedaan op mijn nieuwe website ralfsbarbecuetube.nl. Want mede dankzij jullie kan ik deze video's blijven maken. Super bedankt jongens en meiden, wou ik toch even gezegd hebben. Hey, mensen, willen jullie meer zien? Wat dacht je van deze, van vorige week? Of, dit is ook een dikke tip. Oudje, maar wel heel erg leuk. En als je nog niet geabonneerd bent en je denkt van, nou, ik wil wat meer video's zien. Dat kan hier. En dan hoop ik je de volgende keer weer terug te zien op dit kanaal. Ik zeg, goeie dingen.